Hallo en welkom bij Pauls Modern Wijnstaf. Vandaag een Rocco Professional. De 62771. Ik zal ervoor zorgen dat het ook ergens in de titel of beschrijving staat. Met een Acts 6700. Het zijn oude Belgische locomotieven. Die gebruikt werden door Acts om hun afzetcontainer transportsysteem mee te vervoeren. En die ACTS, dat containersysteem, dat is de vervanging van de oude VAM-wagons. Het idee is dat je met een vrachtwagen makkelijk een container op en af een wagon kon halen, doordat de containers zelf konden draaien. Deze heeft een decoder, weet ik, heb ik getest. Is een Ulenbrock multidecoder, meer weet ik er nog niet van. En ik kan je wel laten zien waar die zit. De vorige eigenaar heeft hem heel netjes hier onderin gestopt. Het lijkt mij een NEN 652 met 8 polen. Ik heb hem nog niet verder opengemaakt. Wel heb ik gezien dat er LED-verlichting op zit. Die wisselt bij de rijrichting. En dat ga ik zo dadelijk laten zien als hij op de baan staat. Programmeren heeft de vorige eigenaar al voor mij gedaan. Dus ik heb alleen het adres gewijzigd. Ik ga heel even kijken of ik iets aan deze haakkoppelingen kan doen. Want ik denk niet dat ik een wagon heb die ik hierop aan kan sluiten. En zo te zien is dit een NEM-schacht. Dus als het goed is, kan ik die er dadelijk gewoon rustig uithalen en een andere koppeling erin doen. Dus ik ga hem op de baan zetten. En ik ga wel rijden met oude van de oude VAM-wagons. Ik denk dat dat er best mooi uitziet. Zo'n felblauwe locomotief met een heleboel groene, gele en andere kleurde wagons.
Tot zover mijn acts met de vanmorgons. Wat een verschrikkelijke decoder is dit. Het optrekken en afremmen krijg ik niet goed ingeprogrammeerd. En de rest van de dingen heb ik niet eens geprobeerd. Dus deze staat op de lijst om een nieuwe decoder te krijgen. Waarschijnlijk een gewone ESU, zodat hij rustig optrekt en mooi afremt. Bedankt voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer weer. Like en subscribe. En deel en laat reacties achter. Vind ik leuk.